Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Glowing Garnet Shiny Case Lock. Ik ga heel eventjes buiten de gym nog iets doen voordat we de gym gaan doen. Oh. Hij is net als mij de favoriet van Nederland. Ik ben zeker de favoriet van Nederland. Ja, dat bedoel ik ook. Nu ben ik echt benieuwd wat je echt gaat doen. Nou, wat is de favoriet van Nederland? Dat weet ik niet. Het staat op de verpakking. En dat is een Engels leenwoord. Dat is wel een Engels leenwoord, ja. Ik vraag me nu af of ik hem kan weten of niet. Ik denk het niet. Ik weet het, maar thuis hadden we dat altijd. Dus dat... Oh ja, nee, dan ken ik het waarschijnlijk niet. Dat zal wel iets Drents zijn. Nee, want er staat wel echt Nederland op de verpakking. Dat de favoriet van Nederland is. Dus. Wat ben je aan het doen, Mr. Mylan? Deze zo geheimzinnig. Oeh. Je bent helemaal aan backtracking. Dat klopt, ja. Ik denk... Ik weet niet of jij het product ook eet, zeg maar. Ik ben er zelf geen fan van. Maar... Unleaving the stone? Don't leave the stone. You did not leaving it, technically. Ooh, die is nice. Maar hoe krijg je het belossen dan? Dan krijg je een sunstone. Met een sunning stone. Hé, maar je hebt wel gelogen, hè? Technisch gezien. Hoezo, kan daar toch geen voordeel uit halen? Ik heb ook een Oddish. Ja, oké, maar zou je die nu willen gebruiken? Anders mag je dat nog doen. Nee, ik hoef hem nu niet te gebruiken. Nee. Ik heb mijn team, zoals ik hem wil gebruiken, heb ik hem. Dus, nee, ik hoef hem nu niet te gebruiken, maar ik zou er wel voordeel uit kunnen halen. Wat is hij? Oh, ik had nog even checken of ik een item had. Dat had ik direct moeten doen toen. Oké, ik ben klaar. Wacht even, ik moet even checken. Ik weet niet waar ik... Ik weet niet of ik dat item... Oh, dat was... Geen berries. Ja, jammer dan. Want deze item heeft geen zin. Wallace. Met Alomomomomomola. Oké, het is een water typing, hè? Ja. Oké, dan ga ik even speedrunning door de game. Door de gaming. Even kijken hoor. Dat is zo. Oké, dat is zo. Ik heb weer niet geheeld, dan maakt het niet uit, want alleen mijn PP is verlaagd. Help me af na deze aflevering even herinneren dat ik Groudon even shiny maak. Oh ja. Help dat voor mij. Oh wacht. Shit. Ik denk, ik ga even speedrunnen door de gaming. Maakt hij me water type, waardoor het allemaal super lang duurt. Nu ga jij speedrunning door de gaming. Dat klopt, ja. Oh! Hij heeft een seeking! Heel seeking! Hoe is hij, de cash? Seeking. Ja, dit is dus heel kut voor mij. Wat is... Wat... Wacht even.
sowieso special attack. Dus ook oh, die is fucking slecht. Oké, als het goed om te weten. Maar Psychic heeft weinig pp. En doet geen 1-hit KO. Oeh, ik zie liefde bloeien. Was zelfs geïbomiliseerd, was ik. Ja, door de liefde zeker. Ja. Wat een vuile tyfus, Milotic. Heeft hij allemaal pure water? Of heeft hij ook... Nou ja, je hebt net tegen een Whiskash gevochten. Ja, oké, maar heeft hij... Wie heeft hij meer? Wie heb jij al gehad? Seeking. Milotic. Alomomola. Ja, die heb ik ook al gehad. Ja, dat is heel kut. Whiskash. Ja. En hij zal wel een Mega hebben. Mega Swampert misschien? Ja, daar moet ik dus, dan moet ik nog zoveel op Psychics overhouden. CEO, kijk, dat is handig. Daar heb ik heel veel. Ja, Swampert. Is Fighting ook superfect tegen Ground? Nee, hè? Ik weet niet of Mega Swampert ook nog Ground is. Denk het wel hoor, maar... en nee, Fighting is niet superfect tegen Ground. Nee, precies. Milotic. Ja. Ik moet David eventjes in de bag houden. In de bag. In de plastic bag. Lekker ring. Poison Fang kan wel badly poisoning. Oh, dat had ik niet moeten. Oh! Ja, dat had ik wel moeten doen. And it didn't affect Crobat, hè? The immobilized by love. Dat is setting. Ja, daar komt Milotic is zo'n women. En ik ben ook zo'n... Of nou ja, ik niet, maar een Crobat. Crobat is maar... Women. Ja, wat anders dan zeg je... Oh, nieuws, jongens. Dan zeg je... Oh, King Alert, waar is King Alert? Kom op, ja, dit is nieuw. King Alert. Ja, dit is slim van hem. Maar ik heb... Dus David. Oh nee. David, gewoon David. Ja, nu we het toch over King Alert hadden. King Alert. Oh, en hij heeft de mega. Oh, dit is echt een slechte Azumarill. Holy shit. Sounds like mine Azumarill. Oh. No. Daar gaat mijn laatste Psychic. Ik heb Eaters, maar dat... Ja, dan kan ik beter Dragon Breath in. Gaat die... Oh my god. Taking down? Oké, maar ik was eerst. Ga booming. Mag ik eerst healen? Ja, dat maakt niet uit, want je wordt gewoon geheeld als je gaat vechten. Ja, maar ik ben wel heel low health. Ja. Nee, dat vind ik eng. Oké, okay, dan ga ik ook healen. Nee, jij mag niet healen. Nee, grapje. Ik ben aan het healen. Ik ben alleen bang dat er zo, een story komt. Oh. Nou, nee, geen story. Ja. Hou op, Wallace. Nobody... cares about you, behalve de mensen wow. Die cup hebben gemaakt. Oh, wacht, dat was jezelf. Kloot mannetje. Nu ineens kun je ook er doorheen kijken trouwens. Hoezo is het bij mij al nacht en bij jou nog niet? Oh, dan heb ik meer speed-up gebruikt natuurlijk. Ja, die kans is best groot. Het valt best wel mee. Ik heb alleen voor die Groudon. Oh nee, ik zei op een gegeven moment... Nee, ik zei op een gegeven moment letterlijk van... Oh ja, wacht, ik heb speed up. Dus, ja, het is wel groot. Multiplier. Purple Game Lobby. Fortaleza. Ik zoek hem alvast op, hoor. Oh, hij is weg. Hij is gone. Danger Wing Gun. Oh, Fortaleza. Hij is er. Ik ga erin. Gaming. Battle. Nou moet ik? Confirming. Play online, yes. Oh ja, ik moet alleen maar confirmen. Oké, saving the gaming.
Ik ga jou eventjes naar beneden doen, zodat ik niet mee kan spieken. Ik ga jou ook naar beneden doen. Oh, ik vind het zo spannend. Weet je al wie je in ging zetten? Nee. Van tevoren? Nee. Oké. Oh, wie moet ik inzetten? Ik heb een boom nog gekozen. Het moet, jongens. Sowieso heb jij Latios gekozen. Oké. Dat klinkt hoopvol. Mijn hart bonkt echt in mijn keel. Nee, Hillman. Die is Hillman. Ah! Bato! No, fuck. Dat valt eigenlijk wel mee. Ik was bang voor een ander. Voor Mighty Anna? Nee, want ik ben fighting type, hè. Nou ja. Oké, hoeveel doet dit? Oh, kut. En ik ben sneller. Ja. Nee, ik weet niet of Call Might ook speed raced eigenlijk, nee toch? Nee. Nee. Ja. Kut. Ik had meteen reversal moeten doen. Kut. Ik had verwacht dat ik eerst was. Ik dacht dat Swamp niet zo snel was. Ik kies voor items. Ik ben mijn mega optie kwijt. Godverdomme. Ik hoopte zo dat ik deze zou winnen en dan had ik een mega gehad. Dit is heel kut. Nu ben ik gewoon een goede Pokémon kwijt. Maar jij dacht Latios omdat ik... Waarom dacht je Latios eigenlijk? Nou, omdat ik dacht misschien wil jij een mega option, dus dan kies je Latios. Ah. Ja, dat is op zich ook wel logisch. Wacht even. Ja, dit is heel kut. Ik baal. Ja, dat... Hij had ook recover, hè? Maar ook dat had niet uitgemaakt. Ik had reversal gedaan een tweede keer. Ik had echt verwacht... Medicham, dat Medicham sneller zou zijn. Ja, dat is wel sad, Sandring. Ik wist niet, blijkbaar is dat de Slowboy. Ik snap ook niet dat Dinges zo snel is, maar... Moeten we nou alweer dive, Ink? Kut, hij zag me. Sander, hij zag me. Ja, tip, doe niet. Sluit je ogen. Nou, dat is voor jou niet, zeg maar. Mm. Dat is jammer. Ja.
Ik denk dat ik alleen nog voor de encounter in Victory Road ga. Dat is goed. Leert hij op level 30 Shadow Ball? Approaching target. Blijkbaar. Ja. Wanneer evolueert deze man? Weet je dat al? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Het zal niet al te lang meer duren, denk ik hoor. Ik hoop dat hij niet evolueert met iets geks. Dat deed hij niet. Nou, Bennett. Het Bennett. Had ook nog een mega option geweest. Wat? Had ook nog een mega option nee, geweest. Nee, die mega stone heb ik niet volgens mij. Nog meer. Waarom is het zo lastig? Kan die niet een vijfde moveset krijgen? Eerlijk is eerlijk, als je de speed stat is wel slecht van Bennett. Ik dacht, anders zou je ervoor kunnen kiezen om Shadow Sneak weg te doen, omdat je anders toch altijd Shadow Ball doet. Dat is een HM. Ik moet wel zo nog even wat opzoeken trouwens. Grudge? Don't hold a grudge to me. Oké, ik moet even wat opzoeken. Vaag. Wie kan flying eigenlijk? Oh, dat kan zeker Pelipper. Ja, die kan flying. Oké. Ik ben heel erg benieuwd wat jij gaat doen. Ja, of zou dat hem zijn? Die heb ik niet, dus het kan wel. Dat hem is. Fuck jou. Niemand mag jouw birdkeeper, Perry. Perry, je bent mijn allerbeste vriend. Dat was grappig, omdat ik zei dat niemand hem mocht. Dat is wel grappig. Nou,
Dat was echt... Dit was precies wat ik wou natuurlijk. Ja, dat wist ik. Oh, als het alleen maar zoebeds zijn, dan hoef ik dit allemaal niet te doen hoor. Dan is het allemaal wel goed zo. Oh, Aaron. Hey. Jezus. Ik moet gewoon even... Oké, misschien is het... Even... Oh mijn god. Daar kun je niet komen zonder... waarom ben ik daar in gevecht? Nou, oké. Okay. Oh, nice. Wat? Oh, jij hebt Party Arlie weer hoor. Tuurlijk. Jij kunt haar weer veroveren. Lol, degene die ik geaimd had, was de enige die geen protect deed. Ja, precies. Nou, ik kom er niet uit. Wat zocht je dan, Sander? Een berry? Ja, een speciale berry. Maar ik kom er niet uit. Eens even kijken. Hoe werkt deze game verder? Waar kan ik het best naartoe vliegen? Hier naartoe, Mossy? Ja. Zie, ik ken deze game wel. Ik moest het wel vragen, maar ik had wel de beste keuze, weet je. Zo kun je het ook zien, denk ik dan. Ik ben trots op je, Sander, dat weet je toch. Nu ik nog. Oh, die cut protect, jeez. Moet je ook helemaal diving? Nee, toch? Als je daar begint, niet, nee. Oké. Ik had hem wel meegenomen. Maar dat is fijn. I like to move it. I like to... Moeten we waterfall doen? Ja. Ja, dan moet ik hem dus alsnog meenemen. Daarom wou ik hem meenemen. Dat was het ook. Maar dat was ik even vergeten. Ja, waterfall. Early game. Jij kunt toch niks goeds doen. Maar waterfall is net zo goed als dive. Nooit geweten. Ik dacht altijd dat waterfall eigenlijk wel sterker was dan dive, maar... Ja, maar waterfall is veel handiger, maar waterfall meteen en dive is twee beurten. Oké, naar rechts, hè? Je mag helemaal rechts onderin zijn. Ja, precies. Maar ik weet... Ja, ik denk dat dit goed is. Ziet er niet... gewoon helemaal naar beneden blijven gaan. Oh, waar ben je nou? Hé, een megastone. Ja, die wou ik pakken. Heeft die stirred. Nee, die had ik net opgezocht. Ik ga eerlijk met je zijn. Maat, dit was de enige Aaron zonder sturdy. Wat een bullshit. Ook jij kunt Party Arlie niet veroveren. Sorry. Wat een bullshit. Ik ben echt zo salty nou. Ga ik de goede kant op? Hoe groot is deze level? Ik denk niet dat ik de goede kant op ga. Hij is level 39, dat is beslaagd. Oh! Ja, wrijf het er even in. Dit is niet onze beste aflevering. We zijn beide salty. Voor mijn gevoel. Of valt het bij jou mee? Ik ben wel nog salty van die Aaron, ja. Maar ja. Ik wil eigenlijk de aflevering beëindigen, Sandring. Ik denk dat ik de verkeerde kant op ga. Dat denk ik ook. Ik ben nu op route 130. Is dat een goede kant? Nee, ja. Dat durf ik niet te zeggen uit mijn hoofd. Dan zou ik zeggen, sluit hier de aflevering af en dan ga ik even
een videojob zoeken, hoe het moet. Is goed, adios amigos.